Oh, ik ben echt kapot. We hebben echt zoveel gelopen. Mila, je kan wel een mooie staart even boven nog bij Sarah gaan maken. Jullie hebben de tijd. Ik maak echt een mooie. Sarah, loop dan. Dan moet je wel nu gaan. Anders redden jullie het niet meer. Nee, je mag ook nog bij haar doen. Kom. Loop maar. Ik doe alleen deze. Nee, dat red je niet. Het is of de pop een staart of Sarah een staart. Eén van twee. Nee, ik doe dan de pop. Doe jij de pop en Mila jou er. Maar jij moet wel goed stilzitten, hè? Nee, maar... Goedemorgen. Het is donderdag en er kwam even alles tussen. Ik ga zo Mila en Sarah naar school brengen. Ik ben aangekleed. Ik heb het levensshirtje aan. Sarah heeft die ook aan. Ik heb een korte broek aan van... weet ik niet meer. Die heb ik echt al zo lang. Maar dit is echt zo'n all-time favorite. En mijn guest sneaker wedges. En ik zeg natuurlijk altijd dat ik ze te vaak aan heb. Maar nu wel echt bewust. Maar dat zien jullie zo allemaal wel. Ik ga nog even spullen pakken en nog even gebruik maken van mijn tijd. Het was zo'n drama bij de supermarkt. Het duurde zo verschrikkelijk lang. Maar ik heb het niet zo afgesproken. Dus ik loop er nu heen en ik eet nog even het laatste stukje van broodje ondertussen op. Want we moeten wel echt even wat eten. Want we gaan ons toch wel aardig inspannen. Ik ben met Denise. Het is gelukkig trouwens nog niet zo heet. Nee. Want dan is het niet meer leuk wat wij gaan doen. Nee. We gaan weer wandelen. Tegen de kilo's. En even actief zijn. Dus, ik heb nog steeds een broodje. En we beginnen met 2515 stappen. Dus ik ben benieuwd hoeveel we er gaan zetten. Altijd als ik hier langs loop, vind ik het zo'n leuk huisje. Het is volgens mij alleen niet heel groot als je erin bent. Maar nee, het is wel... Misschien moet je even achterkijken. Dan gaan we daar de tuin in. Dan gaan we gewoon stiekem kijken. Met deze stoppen ze nog heel huis erachter. Ja, nou ja, kijk. Hij is diep hoor. Als je erdoor kijkt, valt wel mee hoor. Kijk maar, want je ziet daar echt gewoon de ramen. Ja, we moeten doorlopen voor de stappen. Maar ik vind hem wel echt heel cute altijd. Ja, hij heeft hier een soort uitbouw. Maar hij is niet heel groot, maar hij is wel heel schattig. Er zit nog een heel stuk achter. Nou, dat staat los. Nee, er zit nog een heel binnen stuk achter. Kijk maar naar de dakjes op mij. Kijken. Oh ja. Ja, dan is hij wel groter. Maar ik vind hem echt heel cute altijd. Ik ga nog even kijken. Ja, volgens mij zijn het er twee als ik door de bomen... Nee. Jawel, dat is een raampje. Je kunt het ook verbinden, maar je weet het niet. Nee, deze vind ik ook altijd wel leuk. Deze is wel heel groot. Ja. Staat helaas niet te koop. Beetje jammer, joh. Oh, en dan zo'n ronde trap. Ik hou van dit soort huizen. Ik hou niet van moderne huizen. Dat vind ik van de vierkante dozen. Ik ga het niet zien of die verbonden is. Misschien, nee. Maar ik weet het misschien wel. Nou, stiekem kijken vanuit de tuin. Of ik het kan zien. Volgens mij niet. Vanaf hier zie ik niet dat het huis verbonden is. Maar deze vind ik echt ook heel cute. Er staan hier sowieso altijd wel leuke huizen. Verbonden. We hebben Denise de nieuwe huisje gevonden. Helemaal verstopt. Maar ook dat pad. Zonder dak. Ja. Cool hè. Maar heel die paadjes. Oh, daar is ook een paadje. Allebei. Alleen dan word je gek met je boodschap hoor. Je kan er niet met de auto. Die moet je dan boven zetten. Dat zal hun auto zijn misschien. Het is wel heel cool. Maar nee, ik geef mij maar zo'n groot landhuis of zo. Jij een duikhuis, ik een landhuis. Het is wel leuk, dat zondakje. Alleen, de camera pakte dat niet op. Nee, dat is wel heel leuk. Je ziet het daar. Nee, ik zie alleen maar blaadjes. Beetje jammer. Ik zie het vanaf hier wel. Echt, hè? Nee. Niet jammer, joh. Ik zou hem wel gewoon in een kleine dijkhuisje. Maar deze is wel heel veel opknappen. Ik weet niet of hij nog te koop staat. Vast stond hij wel te koop. Maar wie voor staat in zo'n spannend? Oh nee, je kan hem echt wel leuk opknappen. Echt wel. Ik heb gekeken en als ik kijk, dan zie ik ook altijd alle mogelijkheden op. Als ik op Funda kijk, ben ik het altijd gelijk aan het verbouwen. Ja, dit huis is niet gestopt hoor. Nee. Alleen staat een ridder in de gang en dat hoeft dan net weer niet. Ik kan
van weghalen. Ik zie dat hij vastgemetseld staat. Maar... Ja, je weet het niet. Maar nou, hij is echt wel leuk. Hij lijkt wel kleiner. Terwijl als je online kijkt, is hij best wel ruim. Hij is wel duur. Hij is bijna 2 miljoen vragen. Of is hij nu verkocht? Daar weet ik niet of het veel zin heeft om het te koop wordt. Ik vind het ook zo'n nutteloze locatie. Nou, op zich, het is wel heel mooi. Super mooi. Maar wat hebben we er nou omheen? Waar zijn er bomen? Waar is een tuin? Ja, maar dat moet je een beetje een tuintje aanleggen. Maar je kan wel een mooi terras aanleggen. Je kan gewoon daar een hele speeltuin aanleggen. Of zo, een beetje een zwembad in de tuin. Maar ik vind dit ook wel leuk, dit. Dat je hier zo dat ronde hebt. Dan moet je fontein. Kijk man. Dat vind ik leuk. Dat hij ze dan hier voelt. Ze gaan hem ook weer neerleggen en dan weer schrijven. In ieder geval geen steentjes, dat gaat hem weer maar weer. Okay. Hey, kijk eens, ik sta bijna op de 10.000. Dan hadden we natuurlijk al... Ja, ik had geen stap gezet, hè. Maar kijk. Ik sta op 7.000. Nou, we hebben toch bijna 7200 stappen gedaan. 70. En ik ben er bijna. Ik hoef nog maar 376 stappen. En dan ben ik er voor vandaag. Jij hebt al boodschap gedaan, dan moet ik nog doen. Oh, ik ben echt kapot. We hebben echt zoveel gelopen. En het was echt wel een hele leuke wandeling. We kwamen gewoon leuke dingen tegen. En het weer was echt heel lekker. Het was heel warm, maar echt met zo'n lekker windje. Dus het was echt zo goed te doen. Maar echt, mijn voeten doen pijn. En dat is mijn eigen schuld. Het is de bal van mijn voet, maar niet druk van dat je op hakken loopt. Want mijn sneakers waar ik op loop, hebben dus ook gewoon zo'n hak erin. Maar ik had in het begin geen sokken aan, dus ik was heel erg aan het wrijven. En dat ging pijn doen, maar ik had wel sokken meegenomen, maar die vond ik lelijk. In mijn schoenen, dus die had ik niet aangedaan. Ik ga ze thuis nu uitdoen, want ik heb echt hete voeten. Dus ik had ze mee. En toen heb ik ze wel aangedaan, maar ja, daarvoor heb ik natuurlijk echt gewreven, dus... Dat voel ik nu wel echt onder mijn voeten. Maar dat trekt zo denk ik wel weer weg, hoop ik. Ja, trouwens, weet ik niet. Druk, dat trekt wel weer eruit. Maar wrijving, misschien worden het wel bladen. Maar goed, ik heb zegels in plakken van boodschappen. En ik vind dat altijd een heel zen werkje. Ik hou van zegels in plakken. Ik weet niet, vind ik rustgevend. Dus dat ga ik even doen. En ik heb geen thee gezet. Ik heb een fles water. Die heb ik weer gevuld, dus... ik ga proberen die 4 keer leeg te drinken sowieso vandaag. Want dan heb ik mijn 2 liter. En wat ik daar buiten drink is dan gewoon extra. Maar gewoon sowieso die 2 liter water. En dan vind ik mezelf alweer goed bezig vandaag. En daarna ga ik weer wat aan dingen doen aan het opruimen. Maar ja, tot die verbouwing klaar is kan ik gewoon niet heel veel. Dus elke keer echt zoeken wat ik wel al kan doen. En voor de rest moet ik maar even gewoon Oost-Indisch blind zijn of zo. En nog even een paar stappen erbij lopen onderweg naar school. En ik ben gaan lopen. Dus 10.000 natuurlijk al binnen nu. Dus ik wil eens kijken hoe ver ik kan komen vandaag. Maar dadelijk wordt het wel een chill middag. Dus ik denk niet dat het extreem hoog gaat worden vandaag. Maar toch, het is wel een lekker wandelingetje. Het is heel warm vandaag, maar het is niet drukkend. Dus het is echt heel goed te doen. Want het is nu toch al bijna 2 uur. Het is nog steeds niet dat je denkt van poef, dit is echt... Echt niet te doen. Zo, deze twee hebben ruzie heel de tijd. Echt al heel de tijd naast me. Ze vallen elkaar onder water aan. Misschien heb ik ze nu afgeleid. Nou, laat zien wat jullie aan het doen waren. Ze maken herrie ook. Maar elke keer gaat de een onder water en dan valt hij de ander van onder water aan. Nou, waar is de actie? Nou, geen actie meer helaas. Even een hele jump in tijd, maar we zijn de deur uit geweest en ik was mijn camera vergeten. Ik ben gezellig met Kitty. Zo, mijn benen lijken echt wit naast jou zo. Mijn benen zijn ook witter dan jou, maar het lijkt op het scherm, kijk op het schermpje, lijkt het nog veel erger. Oh zo ja. Deze vangen meer licht, jij zit in de schaduw. Dat is echt niet cool. Dan lijkt helemaal zo'n lichtgevend ding. Dus, nee, Kitty heeft hier gegeten. En... toen zijn we een ijsje gaan eten en toen was ik mijn camera vergeten. En plus dan loop je met een ijsje als ik denk, ik ga niet moeilijk doen met mijn telefoon. Dan maar geen beelden van een ijsje eten. En nu zijn we letterlijk heel weinig gaan doen. Aan het hangen. En kletsen. En telefoon dingen. En weet ik veel.
En wij zijn lekker film aan het kijken. En we hebben popcorn. 10 popcorn, hè? Hè? 10 popcorn. 10 popcorn, ik krijg een popcorn. Hoort erbij. Ja, dat is niet genoeg smaak gewoon meer. Maar de pan was vol. Ik kon niet meer in de pan letterlijk. Niet meer? Nee. Jammer. Ik maak het altijd in de pan, want dat is zoveel lekkerder dan uit een zak uit de magnetron. In je eentje is maar lekker veel. Oh. Ja, dus in mijn eentje wel echt heel veel. Alleen lijkt popcorn al meer. Het is heel veel lucht natuurlijk in zo. Gezellig, Kitty blijft lekker slapen. Dus wij gaan naar bedje. En ik wil de vlog nog even afsluiten. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog achter te laten en een leuke reactie. En ben je niet geabonneerd? Klik hieronder even op abonneren. Tot morgen.